Hallo daar! Rij je in de richting van het ravijn? Hoi! Laten we deze spullen sorteren. Klik op de kokers om de lekkernijen in de overeenkomstige vaten te droppen. Schitterende zet! Gewoon. Prima. Fantastisch, doe zo voort! Leuk werk! Meesterlijk gewoon! In het spoorwegkantoor. Hey, dat lijkt Lucky wel. Het is Lucky. We hebben haar gevonden. Maar de goederenwagon is op slot. De code bestaat uit 4 toetsen die je op de machine terugvindt. Klik en sleep de toetsen naar de lege ruimtes op de machine. Prima! Ik zou deze combinatie beter opschrijven. Dit lijkt een soort combinatieslot. Ik durf erom te wedden dat we de symbolen bovenaan op het scherm moeten combineren met de symbolen op het combinatieslot. Klik op de knoppen onder de symbolen om de combinatie te wijzigen. Wanneer je denkt de juiste combinatie te hebben gevonden, klik je op het slot om te zien of je bij het rechte eind hebt.
kom zo verder. Theresa, ik heb Lucky gevonden. Barbie, ik ben zo blij. We moeten nu kijken welke foto beantwoordt aan deze aanwijzingen. We moeten nu kijken welke foto beantwoordt aan deze aanwijzingen. Puikwerk! Meesterlijk! Wie draagt geen rode sjaal? Prima! Wie draagt geen blauwe hoed? Puikwerk! Die naam heeft niet de initialen CB. Puikwerk! Dit is het winnaarsgebied. Hier staat de winnaar en zijn paard om het trofee in ontvangst te nemen. Gebruik de versieringen uit de bonuszakjes die je gevonden hebt om dit gebied te versieren. Waar je je ook bevindt in het spel, je kunt altijd terug om de bonuszakjes te openen. Klik gewoon op de terugpijl. Je kunt de bloemen in de bloembakken of de hangmanden plaatsen. Om een boeket toe te voegen, klik erop en klik dan op de bloembak of de hangmand. Je kunt de bloemenslingers vastmaken aan het dak of langs de zuilen. Om een slinger toe te voegen, klik erop en klik dan op het dak of een zuil. Wat goed van je, Theresa. Als je je veulen wilt zien, moet je de stallen binnengaan en de stal aan de rechterkant selecteren. Het veulen is nog te klein om bereden te worden. Maar we kunnen haar roskammen en voederen, zoals we met de grote paarden doen. We kunnen het veulen voederen en borstelen. Als je haar wilt voederen, selecteer je iets lekkers uit de emmer en beweeg je het naar haar mond. Als je het veulen wilt borstelen, klik je op de borstel op de plank en beweeg je die over haar manen en staart.